Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. En ik vind het geweldig. Ik ben echt heel erg blij dat ik vandaag in gesprek mag gaan met Agathe Hulsebos. Zij is Chief Representative van de Netherlands Business Support Office. Hoi Agathe. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je even de tijd neemt voor ons gesprek. Heel erg leuk. Ja, ik verheug me er zeer op. Dank je. Ja, dito. Mag ik jou misschien even vragen voor degenen die jou nog niet kennen, om je even voor te stellen? Ja, uiteraard. Mijn naam is Agathe Hulsebos. Ik ben geboren en getogen in Rode, een mooi dorpje in de provincie Drenthe. Na mijn opleiding voeding en diëtetiek, die ik in Groningen heb gevolgd, ben ik voor mijn werk naar Amsterdam verhuisd en heb daar onder andere in de voedingsmiddelenbranche gewerkt. En ik woon nu alweer iets langer dan 5 jaar in Sindelfingen. Dat is in Zuid-Duitsland, in de buurt van Stuttgart. En verder sport ik graag in mijn vrije tijd. Het liefst hardlopen en fietsen. Maar zoals nu in de winter ga ik ook graag skiën en langlaufen. Oh, heerlijk! Ja, fantastisch mooi hier in het Schwarzwald. En daarnaast vind ik het fantastisch om te reizen. Ik vind het bijzonder om verschillende culturen te leren kennen. En ik heb al aardig wat van de wereld mogen zien. Oh, wat spannend, Agathe. Maar dan is direct mijn vraag van de hele wereld mogen zien. Ja, wie bist du dan in Deutschland terechtgekomen in de Nähe vom Schwarzwald? Je mag antwoorden in welke taal je graag wilt antwoorden. Je merkt, ik switch ook een beetje hin en her met mijn spraken, also bin gespannt. Hoe jouw weg dan de grens over naar Duitsland is geweest. Ja, ik heb een Duitse vriend. Wir haben uns während eines Urlaubs in Peru kennengelernt. Ach. Und nachdem wir 3 Jahre lang zwischen Amsterdam und Stuttgart gependelt sind, hatte ich das Glück, über meinen ehemaligen Arbeitgeber versetzt zu werden. Und zu dieser Zeit arbeite ich für Unilever Niederlande. Und bei Unilever Deutschland suchte man jemanden mit meinem Profil. Also war der Schritt schnell gemacht. Das kann ich mir direkt vorstellen. Und inderdaad, es ist vaak so, of de liefde of het werk. Een van de twee vaak de reden om in ons landje terecht te komen. Oh, wat mooi. En dan in Peru. Andere kant van de wereld, fantastisch. Ja. En je zei net van, je had voor Unilever gewerkt en nu werk je voor de NBSO. Ja, misschien klopt. Kun je even uitleggen wat het bedrijf doet en waarvoor jullie staan. Maar ja, wat spannend om die switch zo te maken ook. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik werk nu zo'n 3 jaar bij het NBSO in Stuttgart. En NBSO staat voor Netherlands Business Support Office. Mm-hmm. En dat is een handelskantoor van de Nederlandse overheid in het buitenland. En wereldwijd zijn er op dit moment geloof ik 22 kantoren. Okay. En wij zijn onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En samen met het postennetwerk hier in Duitsland, dat bestaat uit de ambassade in Berlijn, de 2 consulaten in Düsseldorf en München en de 2 andere NBSO's in Hamburg en Frankfurt, ondersteunen wij Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Duitsland. En elke post heeft een thematische en een regionale focus. Okay. En vanuit het NBSO Stuttgart richten wij ons onder andere op het thema gezondheidszorg en fietsinfrastructuur. En de dienstverlening die wij bieden, dat is bijvoorbeeld het leveren van marktinformatie.
Het organiseren van matchmakings, delegatiereizen, webinars, beurzen. Maar ja, wat ook belangrijk is, het in contact brengen van Nederlandse ondernemers met de Duitse stakeholders. Wij kennen de lokale markt gewoon heel goed. We hebben een uitgebreid netwerk en kunnen daarmee eigenlijk de ondernemers goed op weg helpen met de eerste stappen richting de Duitse markt. Ja, ik stel me dat waanzinnig relevant ook voor de Nederlandse ondernemers voor. Want er is ook zoveel bedrijvigheid tussen onze twee landen. Ja. En wat ik mij ook kan voorstellen, zeker in deze tijden waarin we nu op dit moment verkeren. Hè, dus we hebben het gesprek in januari 2021, voor degene die misschien op een wat later tijdpunt naar luistert. Dus op dit moment hebben we toch best last van de verschillende regelingen rondom corona. En ik kan mij voorstellen dat dat ook invloed op jullie werk heeft en ook op de Duits-Nederlandse betrekkingen. En waarschijnlijk is jullie werk des te belangrijker nu ook op dit moment. Ja, dat klopt wat je zegt. De coronapandemie heeft echt sterke invloed op ons werk. Events zoals, wat ik net ook zei, beurzen en delegatiereizen, vonden altijd fysiek plaats. En dat kon in één keer niet meer. Dus wij zijn ook overgestapt op het aanbieden van digitale events. En zo heeft het MBZO Stuttgart in samenwerking met de Trade and Innovate Partners een serie aan e-health webinars georganiseerd. En om even daar een voorbeeld van te geven, een van de webinars die wij georganiseerd hebben was een digitaal pitch event. Mm-hmm. Waar Nederlandse bedrijven voor een vakjury bestaande uit Duitse zorgverzekeraars en ziekenhuizen hun product konden presenteren. Cool. En ja, wat wel leuk was om te zien is dat dit format, ondanks dat het digitaal was, toch heel succesvol is gebleken. Naar aanleiding van dit pitch-event lopen er meerdere gesprekken tussen de pitch-kandidaten en de juryleden over een mogelijke samenwerking. Dus ja, het feit dat we dit ook digitaal kunnen bereiken, daar zijn we gewoon heel blij mee. Verder zien we natuurlijk dat de coronapandemie de internationale handel hard heeft geraakt. En dit heeft uiteraard negatieve gevolgen voor vele MKB'ers die internationaal actief zijn. En ja, daar probeert het ministerie ook zo goed mogelijk op in te spelen. Zo is er een kickstart voucher in het leven geroepen. Mm-hmm, en, wat is dat? Dat is een voucher waarmee de ondernemer, 80% korting op de inhuur van een externe adviseur kan krijgen. En samen met deze adviseur gaat de ondernemer dan aan de slag om eigenlijk een plan te maken om de gevolgen van de coronacrisis in het buitenland voor hem of haar te beperken. Oké, wat goed zeg. Ja, en wat we eigenlijk zien is dat door de coronapandemie de MKB'ers hun focus zijn gaan verleggen en zich meer gaan richten op de nabije markten. En waaronder dus Duitsland. Dat is ook een zichtbare trend die we zien. Dat geloof ik. Ik denk ook inderdaad dat in ieder geval voor wat betreft onze betrekkingen en onze samenwerking, dat daar nog meer potentieel is en dat er ook nog meer gebruik van gemaakt wordt. Dat we nog belangrijker voor elkaar zijn. En ja, wat fantastisch hoe jullie daarop inspelen. Ik denk inderdaad met de digitaliteit van vandaag en zeker ik zeg maar op de Nederlandse kant, daar zie ik ook dat digitale ontzettend, dat je best veel kunt doen. En als ik goed begrepen heb, want ik ben heel vereerd dat ik host mag zijn van jullie volgende webinar. Ja. Yeah. Webinar. Ja. Yeah. Mag door het programma begeleiden. Daar ben ik erg blij om. Maar vertel eens, hoe ben je erop gekomen? Wat wil je ermee bereiken? En wat gaat er gebeuren? Wanneer? Inderdaad. Op 9 februari in de ochtend hebben we het webinar gepland. Mm-hmm. En wat we zien is dat er in Duitsland op het gebied van e-health veel gebeurt. Mm-hmm.
Jens Spahn, de Duitse gezondheidsminister, zet vol in op de digitalisering van de gezondheidszorg. En zo is vorig jaar een wet aangenomen waarmee dit jaar 4,3 miljard euro vrijkomt voor de digitalisering van ziekenhuizen. Zo. Ja, dus dit is natuurlijk heel bijzonder, omdat voorheen er eigenlijk nauwelijks budget beschikbaar was voor de digitalisering in ziekenhuizen. En ja, dit biedt natuurlijk ook kansen voor Nederlandse ondernemers. En tijdens dit webinar willen we ze hierover informeren en deze kansen inzichtelijk maken. En we hebben hiervoor 4 gastsprekers uitgenodigd, waaronder Philips, het universiteitsziekenhuis in Frankfurt, maar ook een IT-manager van een wat kleinere ziekenhuis. En zij zullen onder andere ingaan op wat deze wet inhoudt, welke projecten hiervoor in aanmerking komen, wat hun eigen digitaliseringsstrategie is. Maar wat we natuurlijk vooral ook hopen te horen is waar zij de kansen en mogelijkheden zien voor Nederlandse e-health bedrijven. Waanzin. Ja, daar ligt de hele wereld waarschijnlijk nu ook open. En dat is echt een transformatie, kan ik mij voorstellen, die er ook gaande is. Absoluut, absoluut. Heel spannend. Ja, heel spannend. Zeg nog even heel kort, waar kan voor alle Nederlandse ondernemers die dus nu naar ons luisteren, die zeggen van, goh, dit vind ik even boeiend. Waar kan men zich informeren aanmelden, beter gezegd? Via het MBSO in Stuttgart kan meer informatie opgevraagd worden. We hebben een algemeen mailadres info@nbso-stuttgart.de. Ja, ze kunnen ook via LinkedIn mij benaderen. Dan ga ik dat ook direct aan. Gaat alle twee in de show notes plaatsen. Dus dan kan iedereen die daar interesse in heeft bij jou of via de mail of via LinkedIn melden. Heel graag, heel graag. Absoluut. En misschien nog een kleine een aanmerking. Het wordt op Duits geredet. Also. Ja, stimmt. Ja, oder? Das wird alles auf Deutsch. Ja. Alles wird auf Deutsch gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Also darum ist es gut für die Niederländer, die uns hier zuhören, dass du auch dann Deutsch verstehst. Ja. Wenn du Fragen hast, darfst du sie sicherlich auch gerne auf Niederländisch fragen. Aber oder auf Englisch ist auch möglich. Aber ja. Die Gastredner werden auf jeden Fall auf Deutsch sprechen. Ja, super. Also ich freue mich sehr drauf. 9. Februar morgens um wie viel Uhr? 11 Uhr. Um 11 Uhr geht's los. 4. nach 12. Dus echt een mooi momentum en fantastische gastsprekers. Dus het belooft heel wat. Ja. En wat goed, ja, ik denk inderdaad, ja, we hebben toch geen andere kans natuurlijk in deze tijden. Maar om het ook zo webinars aan te gaan bieden. Ik merk ook dat daar totaal veel interesse naar is. En dat het ja ook eigenlijk een ganz tolle mogelijkheid is op die art en wijze te netwerken. Op jeden geval. Ja, 2021, wir stehen erst am Anfang des Jahres. Also erzähl doch mal, wie schaut es aus, Achat? Wo wird dein Fokus in diesem Jahr vor allem drauf liegen? Was wirst du vor allem machen? Ja, wir haben, denke ich, echt ein sehr interessantes Jahr vor der Buch. Ja, dat geloof ik ook. We gaan dit jaar starten met een PIB e-health. Ik zal het wel even kort toelichten. Ja. PIB staat voor Partners for International Business. En dat is een programma vanuit RVO. Waarmee een cluster van Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Nou, dat PIB wordt altijd in nauw samenwerking met het cluster, RVO en het postennetwerk uitgevoerd. Mm-hmm. En ja, de PIB is er eigenlijk voor bedoeld en is in het leven geroepen, aangezien we zien dat ondernemen in het buitenland gewoon niet altijd makkelijk is. Mm-hmm. Je kan te maken krijgen met handelsbarrières, onvoldoende kennis bij lokale overheden, nadelige lokale wetgeving, et cetera. En
ja, samenwerken met andere bedrijven uit dezelfde sector en samenwerking met de Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat je sterker staat. Absoluut. En we ontwikkelen dan samen met het cluster een driejarig actieplan. En waarin dan de strategische activiteiten staan om het cluster, maar ook om een sector, in dit geval dus e-health, zo goed mogelijk te positioneren in het buitenland. Dus dat is, dat is één ding dat gaat lopen dit jaar. En naast de sector gezondheidszorg gaan we ons als MBZO Stuttgart ook meer focussen op het thema fietsinfrastructuur. Oh. Er gebeurt op dit moment ook ontzettend veel. Ja. Zoals de meesten wel weten, staat Duitsland voor dezelfde uitdagingen als andere EU-landen. Klimaatveranderingen, verkeersopstoppingen, luchtvervuiling. En de fiets wordt toch wel gezien als het passende antwoord op veel van deze uitdagingen. Ja, en zo lekker typisch Nederlands vind ik het, ja. Wat zeg je? Ik zeg, en zo lekker typisch Nederlands vind ik. Ja, nou precies, ja. Absoluut. En Duitsland heeft natuurlijk ook het klimaatakkoord van Parijs getekend. En streeft daarmee ook in 2030 naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 40% ten opzichte van 1990. Dus ja, in dat kader heeft de bondsregering aangekondigd de komende jaren met 900 miljoen euro in de uitbouw van de infrastructuur te willen investeren. Juist om deze klimaatdoelen ook te kunnen realiseren. Wauw. En nu ook met de coronapandemie heeft dat ook tot gevolg dat mensen, en voornamelijk ook in de steden, steeds meer kiezen voor de fiets. Mm. En de fietsverkoop is sinds de coronapandemie nog niet zo hoog geweest in Duitsland. Dat maakt, deze trend maakt het dan nog een keer extra duidelijk hoe groot de noodzaak is om de bestaande fietsinfrastructuur te verbeteren en uit te bouwen. En ik vind persoonlijk, maar dat, als ik dat mag zeggen, mijn persoonlijke mening, Nederland vind ik echt daarin een voorbeeld van hoe dit gebeurt en dat hele knotenpuntennetwerk wat er is. Ik omarm iedereen die probeert om dit ook in Duitsland in gang te gaan zetten, want ik denk dat we daar echt nog best wel wat van te leren hebben, maar ja, ook fantastisch dat een beweging gezet super aangaat. Ja, en het land zelf is er gewoon ook echt heel, heel druk mee bezig. Er is een fietsplan opgesteld om het fietsen aantrekkelijker, maar ook zeker, dat is ook belangrijk, veiliger te maken. Mm-hmm. En er worden echt concrete maatregelen genomen om het fietsen veiliger en aantrekkelijker te maken. En wat we zien, omdat het in Nederland natuurlijk al goed geregeld is, zien we dat Nederlandse bedrijven ook grote belangstelling tonen voor de Duitse markt. En zij zien hier gewoon enorm veel potentieel. Ja. Ik heb ook over het eerste wat je zei over dat je samen dingen aangaat. Ik volg altijd een Afrikaanse spreuk en die heet alleen ben je sneller, samen kom je verder. Yeah. En daar geloof ik heel erg in wat ook de samenwerking betreft, dat het van zoveel meerwaarde is. Dus wat heb je voor leuke projecten op de focus staan voor 2021 aan gaat? Ja, absoluut. En ook zo belangrijke ook boeiende trajecten inderdaad. Wat goed. Ja. Yeah. Yeah. Wat we wel zien is dat het, en dat zien we sowieso, dat zien we zowel in de gezondheidszorg, dus bij e-health, maar ook hier bij de fietsinfrastructuur, dat het niet makkelijk is voor Nederlandse ondernemers. Je krijgt te maken met ingewikkelde federale structuren, onduidelijke financieringstromen, bureaucratische belemmeringen, et cetera.
En om die barrière zeg maar inzichtelijk te maken en om juist die kansen ook te benadrukken, zijn we nu met een sectorstudie over fietsinfrastructuur Duitsland bezig. Dus die laten we nu uitvoeren. En ja, om echt inzicht te geven dus in hoe het hier functioneert, waar de kansen liggen. Om de Nederlandse bedrijven het iets makkelijker en inzichtelijker te laten krijgen. En eind februari zullen we die studie afronden. Dus we hopen in maart, april de resultaten van die sectorstudie aan de Nederlandse ondernemers te kunnen presenteren. Wat mooi. Want dat geloof ik inderdaad wat jij zegt, Agat. Het is niet altijd even zo makkelijk, hè, als je over de grens wilt werken. Want wij zijn wel heel erg dicht bij elkaar. Maar ja, daarom heet mijn podcast ook lekker anders, hè, en mijn boek. Want we zijn wel heel dicht, maar toch zijn we ook een beetje anders. Weliswaar lekker anders, maar toch, je moet het wel even allemaal weten. Ja. Dus ik weet niet, wellicht even algemeen gesproken, Agat. Ja. Welke tips geven jullie aan bedrijven die over de grens willen gaan werken? Wat geven jullie hun mee? Ja, eigenlijk precies wat je zegt. Het lijkt makkelijk, maar dat is het gewoon absoluut niet. En als je zaken wilt gaan doen in Duitsland, moet je dit echt serieus aanpakken. Je moet goed voorbereid zijn. Je moet capaciteit hebben, tijd, kennis, budget. Wat we gewoon zien is dat het essentieel is dat je de lokale markt goed kent. Dat je weet hoe de wet en regelgeving in elkaar steekt, hoe bijvoorbeeld de vergoedingssystemen werken, wie je concurrenten zijn. En hè, dat zijn ook allemaal punten waar wij als postennetwerk of als MBSO bedrijven ook goed over kunnen informeren. En dat doen we bijvoorbeeld ook aan de hand van sectorstudies. Maar verder moet je ook een duidelijke, zoals we zeggen, unique selling point voor je product of dienst hebben. En wat echt heel belangrijk is dat je gewoon klaar bent om op de Duitse markt, de Duitse markt op te gaan. Mocht je product nog in ontwikkeling zijn, dan adviseren we toch vaak om te wachten. Wat belangrijk is dat je eerst succesvol bent op de Nederlandse markt, dat je dat ook kan laten zien. Voordat je de stap zet naar de Duitse markt. En dan nog is het niet altijd even makkelijk. Want ze zien ook graag dat het product succesvol is op de Duitse markt. En dat is natuurlijk best lastig, want je moet ergens beginnen. Ja. Daar adviseren wij vaak om eerst een pilot te gaan draaien in Duitsland. Slim, ja. Ja, en om dat te ondersteunen bieden wij ook een subsidieregeling aan. Dat is de DAI-subsidieregeling. Dat staat voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten. Mm-hmm. En ja, deze subsidie biedt echt financiële ondersteuning om dus die pilot in het buitenland te kunnen uitvoeren. En, goed, hè? Ja, zeker in Duitsland denk ik dat dat echt heel waardevol is. Want met de resultaten die je dan uit de pilot haalt, kan je dus ook goed aantonen dat je product of dienst geschikt is voor de Duitse markt. Mm-hmm. Ja, daarmee win je het vertrouwen. En dat is essentieel voor een samenwerking. Oh, dat ondersteuning direct. Ik denk dat voor Duitsers heel belangrijk is. Hè? Om ook wat te zien, niet alleen maar geloven, maar vooral ook zien. Ja. En wat goed om dat met zo'n pilot aan te gaan. Ja, ja, en alleen zeggen we zijn succesvol in Nederland. En ook al kan je dat aantonen, is vaak toch niet genoeg. Ze willen toch graag zien dat het ook functioneert op de Duitse markt. Ja, en zoals je zelf ook al aangaf, we zijn buurlanden, maar er zijn natuurlijk wel cultuurverschillen. Mm-hmm. En ik denk toch dat het goed is om daar rekening mee te houden. Zo hebben ze in Duitsland bijvoorbeeld een formelere spraakvorm.
Ja. Tutoyeren is natuurlijk minder gewoon als in Nederland. En uit respect en uit beleefdheid spreken Duitse zakenpartners, maar ook vaak collega's onderling. Dat moest ik zelf ook wel aanwenden. Ja, spreken ze elkaar met sie, oftewel met u. En, mag ik daar even op ingaan? Want inderdaad, ik heb gelezen dat in Duitsland over 80% nog u zeggen in een bedrijf. Ja. En ik heb toevallig net een kleine virale hit op LinkedIn gehad. Want ik heb een artikel gepost van de Express. Daar ging het over doe oder zie. En ik mocht daar een kleine bijdrage aan het artikel leveren. Yeah. En het is ongelooflijk. Ik geloof dat er ongeveer 130 mensen hebben op geliked. En 60 mensen hebben erop gereageerd. Het is echt een onderwerp, dat doe oder zie. En het is een onderwerp waar iedereen graag over mee wil praten, maar volgens mij ook echt de meningen uiteenlopen. En in Duitsland toch nog best wel meer, ja, dat zie je, dat toch, dat kwam wel terug, toch gewend is. Ja, heel boeiend onderwerp is dat, maar het is een klein iets, maar het maakt toch een groot waarschijnlijk verschil uit, hè? Ja, absoluut. En ik moet zeggen, persoonlijk in het zakelijke leven is het duidelijk. En daar kan ik ook heel makkelijk die switch maken. Mm. Maar ik moet zeggen, in privéleven vind ik dat wel lastiger. Met name ook als buren die mij sietsen. Dat zijn we gewoon echt niet gewend. Nee, dat kan ik maar voor. Dat is best een verschil. Ja, ja. En dan natuurlijk ook de gewoonte om in Duitsland elkaar aan te spreken bij de achternaam, voorafgegaan door her of vrouw. Ja. Dus het is allemaal iets formeler titel. Academische titel is natuurlijk van groot belang. Ja. Dus als je professor dokter bent, dan is het ook goed om diegene met professor dokter in Duits aan te spreken. Want het is ook een teken van respect. Absoluut. Het is ook helemaal niet zo makkelijk om zo'n professor-dokter titel te verkrijgen. Nee. Ik denk, er wordt best wel waarde aan gehecht. Ook al vinden wij dat misschien, of ik, zoals ik het herken uit de Nederlandse omgeving, waar die zegt, ach, dat hoeft toch allemaal niet. En veel Nederlanders die ook zeggen, laat maar alsjeblieft, noem me gewoon Jan of noem me titel. Maar in Duitsland wordt er wel waarde aan gehecht dat je diegene ook echt met die titel ook aanspreekt. Ja, ja, ik heb ook het idee dat hier in Duitsland zakelijk en privé ook wat meer gescheiden houden. En in Nederland, jij begon toch een persoonlijke benadering. En praten we eerst even over hoe het weekend was. Ja. Voordat we zakelijk verder gaan. Ja. En dat is in Duitsland iets meer gescheiden en iets formeler. Dus dat is, dat is wel iets om mee rekening te houden. Dat herken ik ook. In Nederland houden we van de small talk en in Duitsland gaat het direct zo zachen. Ja, ja. Misschien daarop ingaan, direct zo zachen. Agathe, kun jij mij ook nog een voorbeeld geven? Want jij zegt net over, ik zeg maar, Duits-Nederlandse samenwerking en hoe jullie dat ook ondersteunen. Heb je een voorbeeld van zo'n Duits-Nederlandse samenwerking waarin jullie vanuit het NBSO Stuttgart ook echt een rol in hebben kunnen spelen? Even denken. Wij organiseren bijvoorbeeld elk jaar de Dutch Digital Health Night. Dat is een event op de ambassade in Berlijn. Wat is dat? Ja, dat is een pitch event. Waar vijf Nederlandse en vijf Duitse start-ups een pitch verzorgen voor een deskundige vakjury. En tijdens dit event hebben wij een Nederlandse ondernemer die zich richt op veilige communicatie in contact gebracht met een CMIO van een Duits ziekenhuis. Mm. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ze een vijfjarige samenwerkingscontract hebben afgesloten. En dat is gewoon een mooi voorbeeld, denk ik, van hoe wij als NBSO Nederlandse ondernemers in contact kunnen brengen met ons Duitse netwerk. Belangrijk natuurlijk daarbij te zeggen is dat alle credits van dit succes uiteraard naar het Nederlandse bedrijf gaat. Maar wij kunnen net die ondersteuning bieden die de start van zoiets mogelijk maakt. Mooi. En ook even nog aansluitend op het voorbeeld wat ik net ook gaf. Wij kunnen
ook een rol spelen door bijvoorbeeld juist de Nederlandse ondernemers te wijzen op kansen die wij signaleren op de Duitse markt. Ja, ja. En dat is, heb ik in de laatste maanden met name gemerkt dat dat wel echt heel, heel belangrijk is. En als voorbeeld, vorig jaar heeft Jens Spaan een nieuwe wet ook weer in het leven geroepen, die het voor artsen mogelijk maakt om gezondheidsapps op recept voor te schrijven. Mm-hmm. En die gezondheidsapps worden vergoed door zorgverzekeraars. Nou, en om als ondernemer een gezondheidsapp vergoed te krijgen, moet je opgenomen worden in het soort vergoedingsregister. En voorheen duurde zo'n opname voor vergoeding nou echt makkelijk enkele jaren. En nu hebben ze de procedure hiervoor zo ingericht dat je binnen 3 maanden na aanvraag je app al in het register geregistreerd kan krijgen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk uniek. En ook voor Nederlandse ondernemers biedt dit enorme mogelijkheden. Nou, wij hebben hierover ook een webinar gehad. En de Nederlandse ondernemers hierover geïnformeerd. En wat toen wel heel duidelijk naar voren kwam, want ik heb ook verschillende bedrijven gesproken, is dat het bij hun de informatie niet bekend was. Dus op het moment dat wij ze niet daarover informeren, komt de informatie toch niet over. En één bedrijf heeft ook naar aanleiding van het webinar gezegd, nou, nu we deze informatie hebben, gaan we ons toch weer richten op de Duitse markt. Hoewel ze eigenlijk hadden besloten dat niet meer te gaan doen, omdat het te complex was. Ja, dat is ja zo actueel op dit moment. Ja. Het hele onderwerp health management. Ik denk, er is eigenlijk niks dan wat dat nog op dit moment kan toppen. Dus wat bijzonder en ook wat voor een belangrijke rol jullie daarin spelen. Ik kan me dat zo goed voorstellen, want je kunt natuurlijk niet alles meekrijgen wat in een ander land gebeurt. Je hebt iemand nodig die echt een soort impulsgever ook is. Absoluut. Was super. Also, Agathe, ik zou je nog heel erg lang met je verder over praten. Maar goed, dat gaan wij doen op 9 februari. Ja, absoluut. Kijk er maar uit. Super, super, super spannend. Ik kan me voorstellen dat jij met een grote glimlach daar bij de MBSO Stuttgart op dit moment zit. Omdat je met zo bijzonder leuke onderwerpen en ook belangrijke onderwerpen bezig bent. Ja, absoluut. Ik zeg maar om een beetje de banaliteit ook in de gesprek heen te brengen. En aan het einde van ieder interview nog zo'n korte vraag-antwoord quizje. Ja. Wat meer voor de leuk is dan waarschijnlijk voor de belangrijkheid. Maar toch, het is en blijft leuk. Heb je zin om mee te doen? Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, dan ben ik gespannen. Oké, het gaat los. Een stukje koeken of toch de Nederlandse drop? Drop. Een lekker Nederlands biertje of de Duitse wijn? Duitse wijn. Ach, en daar in de Schwarzwald, ik ben hier echt een beetje jaloers. Want over Schwarzwald gesproken komt de volgende vraag. De Duitse bergen of het Nederlandse meer, oftewel de Nederlandse zee? Oei, oei, oei. Ja, dat ich würde sagen, Bergen am See. Bergen am Meer. Dat is een keuze die ik echt heel moeilijk kan maken. Dat, ja. Maar als ik jou hoor dat je in het begin zei dat jij aan het langlopen bent. Oh, dat dacht ik wat heerlijk. Ja, absoluut. Dat is, bergen, dat blijft fantastisch. Maar ik moet zeggen, ik vind de zee ook echt geweldig. Dus dat is een hele lastige keuze. Dus bergen en zee is voor mij de perfecte combinatie eigenlijk. Ik wilde net zeggen, Agathe, soms moet je in het leven geen keuze maken. Dan mag je gewoon van alle twee of wat dan ook nog meer profiteren. We mogen nog kort een beetje verder in de banaliteit. Kaas of worst? Nog één keer, sorry. Kaas of worst? Kaas, keze. Heb je een lievelingskaas? Gouda.
Ja, vind ik toch ook. Wel heel erg lekker, ja. En ik ben heel erg van de jonge Gouda. Oh ja, nee, bij mij mocht hij wel wat ouder zijn. Wat pittiger. Ja, diplomaat of handelsvrouw? Handelsvrouw, of je een vrouw. Ja, en dan aan het einde, ik weet het niet, hou jij van voetbal aangaand? Nee. Oké, nou dan is die vraag obsolet waarschijnlijk of Duits of Nederlandse voetbal elf. Nog één keer? Of, dan is het waarschijnlijk obsolet, maar ik stel de vraag toch, de Duits of de Nederlandse voetbal elf? Ja, Nederlandse voetbal elf, absoluut. En de vrouwen doen het heel erg goed, zowel in Duitsland als ook in Nederland, hè? Ja. Dat vrouwenvoetbal elf taal. Ja. Dus nee, ik ben voetbalfan, dat gaat dus vandaar. Ja, oké, heel goed. Ja, en wat is jouw lievelings elftal? Of dat is wat jij net over bergen en de zee. Ik ben altijd de loser, Agathe. Ja, als Duitsland wint, dan heb ik de Nederlanders tegen me. Als Nederland wint, heb ik de Duitsers tegen me. Eigenlijk zou ik me het liefst altijd willen verstoppen als die twee tegen elkaar spelen. Maar goed, we hebben de EK dit jaar. Dus ik ben benieuwd of Duitsland en Nederland tegen elkaar gaat spelen. Ja, heel spannend. Ja. Leuk. Leuk. Ja, dat vind ik dan wel weer leuk om te kijken. Ik ben dan niet zo'n voetbalfan, maar dat vind ik wel echt heel erg spannend en leuk. Ja, meer zo'n toernooikijker. Ja. En dat begrijp ik ook heel goed, want dat is toch een speciale atmosfeer. Is toch anders. Maar ik vind het heel erg leuk, Agathe, dat we dit gesprek samen hebben gevoerd. Dank je dir, dat je dir die tijd genomen hast. En toi. Vielen dank. Met jouw impulsen die je geeft. En dat op dat bijzonder belangrijke vlak van e-health. En dan ook de mobiliteitsvraag die er speelt. Dus ganz viel Erfolg. Und ja, wir sehen uns am 9. Februar wieder. Voor iedereen die het leuk vond, kijk bij de show notes op de LinkedIn-profiel van Agathe en naar de website. En misschien heb je een leuke impuls die je meegenomen hebt uit dit gesprek. Ik wil je hartelijk danken voor het zuhören en zeg bis ganz bald. Hartelijk bald. Traum. Ja, en tschüss Agathe. Bis tschüss. Bald. Tschüss. Das war's. Tschüss. En tot gauw. Lekker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.